Zijn jullie er klaar voor? Oké, ik ook, dames en heren. Geniet ervan. Hier zijn onze stardancers en onze stardiva. Er is een nieuwe show van de Stardancers en Stardivas. Ja, dat klopt. Ja. Het is al volgens mij de vijfde of de zesde show die we doen. Dus het went wel een beetje, maar het is natuurlijk toch altijd wel weer spannend. Het is een hele nieuwe productie. Maar het is tot nu toe goed verlopen. We hebben gisteravond een show gehad. Gisteren namiddag een show met alleen maar kinderen die meedansten. En nu vandaag zondag namiddag is eigenlijk de laatste dag dat we onze show draaien. Er zijn ook veel nieuwe dansers? Er zijn een aantal nieuwe dansers. De vraag was bij ons op de dansschool, we zijn natuurlijk met heel veel mensen, kwam de vraag van de jongere mensen, ah ja, we willen eigenlijk ook wel graag meedoen. Dus dan hebben we een beetje geselecteerd. Een aantal van de meisjes die toen met de grote show mee, dus die zijn een jaar 14, 15. En dan die wat eigenlijk jonger zijn, die hebben met de kindershow volledig meegedanst. Hoeveel voorbereiding is er daar vooraf gegaan? We zijn nu ongeveer een viertal maanden bezig, dus wij repeteren op zondag en op donderdag. Dus daar kruipt toch wel een heel aantal tijd qua voorbereiding in. Zowel qua natuurlijk alles vastleggen, artiesten vastleggen, kledij, waarvoor moet gezorgd worden. Dus er zijn zoveel meer dingen nog nodig dan alles wat op het podium te zien is. Welke travesties zijn het allemaal die meedoen? Het is Miss Ivana die opnieuw meedoet met onze show. De tweede star diva is Chiara Mystica. Dan Marissa Allen die zorgt voor de komische noot. En de laatste die op ons podium stond was de star diva, de winnares van onze verkiezing, star diva 2011, Danity Grace. A dear, a female deer. Is er ook een nieuwe verkiezing, Star Diva? Dat klopt. Wij doen normaal gezien op 21 januari 2012 de zoektocht naar onze nieuwe Star Diva. Dus die eigenlijk een x-aantal shows met ons mee kan doen. En er zitten ook allerlei mooie prijzen aan verbonden voor alle deelnemers. Dus ik zou zeker zeggen, als mensen interesse hebben, neem een keertje contact op.